kom hier met een zekere emotie. Niet afgekeken van de titel van deze expo. Motie. Emotie, motie, benauwd beweging. Beweging van Antwerpen naar Gent. Antwerpen waar ik sinds 3 maanden woon na een ommetour van 11 jaar in Brussel. Ben ik hier terug in deze ruimte. Een ruimte die ik nog gekend heb met een soort gordijn en allemaal rommel erachter. Maar zo herinner ik mij deze ruimte. Dit is eigenlijk geen galerie. Het is geen galerie. Ik wou eerst, voor ik over mijn emotie daarover praat en de herinnering van de geschiedenis van dit gebouw, vond ik toch de inhoud van de volksvertegenwoordiging nogal politiek steriel. Oh, want in die woorden heb ik nog meer gehoord. Er is hier nog nooit een conservator geweest, denk ik, van de zeil. Ik weet niet of dat nooit ooit geweest is. Nog Willy van de Bussel. Dan gewoon die galerie heeft dus niks te maken met van de zeilwereld. Deze galerie wordt compleet vergeten door de Gentse zeilwereld. Dat jij daar, als toch een beetje vreemde politicus, wel aandacht voor hebt, siert je wel. Ja, maar ik heb bij ons een lijn dat niet in de handen zit. Nee, maar ik denk ook dat het museum hier is, of al die licentiaten die daar werken of zoiets. Deze galerie bestaat eigenlijk niet. Voor zij die echt de kunst te zeggen hebben. En dat is het raar, omdat hier dan toch artiesten geboren zijn, voor de eerste keer, zeg maar door Jacques en zijn respectievelijke vrouwen. Zo is het gewoon. Die hier een kans gekregen hebben en die later uitgegroeid zijn tot eigenlijk belangrijke kunstenaars, op dat moment meteen een vissen gepakt en nooit meer een moedingsbus of de voorgaande geëxposeerd. Dat is toch wel een gek, iemand die artiesten ontdekt. Die heeft op zich klasse. Als je de hele groep ziet, voordat een artiest in een museum ontdekt die, dan kun je zo iemand een kunstkinder noemen. Hek, een beetje ondankbaar van die artiesten. Dat ze verdwijnen of dat en daar had ik wel eigenlijk in totaal geen commerciële galerie is. Vroeger bewoog het gordijn, dat was allemaal een dans moving. Ja, ik dacht, dan zit je nog altijd in dat kleine straatje waar het zo nat is om tussen te komen, alsof ik in een socialistische beluid moet gaan. En inderdaad, die zitten nog altijd. En die muren zijn nog altijd zoals in een koestal, niet, want ik heb met een koester zo. Niet glad, even uitgestreken zoals het in de minimale aard in de hedendaagse kunst voorkomt. Kortom, je voelt achter deze ruimte het is banaal, een werkelijk hart voor de kunst. Of het nu iets opbrengt of niet, zich vermoeit dus dat Jacques daar nooit aan gedacht heeft. En ik heb ook de indruk dat degenen die Jacques nu een beetje opvolgen, want het zit er nog wat tot hier. Die honderden artiesten proberen een kans te geven en ook heeft hij zijn eigen uiting. Dat degenen die Jacques opvolgen in deze fictieve ruimte, fictief space of zoiets, een imaginaire ruimte, van diezelfde heel goede artistieke, emotionele geladenheid zijn ten opzichte van de kunst. Kunst niet als macht, zoals heel vaak getoond wordt in onze musea, de perfecte tentoonstelling. Als je daar als kunstcriticus of als kunstenaar niet voor valt, word je met je nek bekeken. Wat zijn iemand die het niet begrijpt? Een wonderlijke, eigenlijk een anarchistische ruimte. Eigenlijk een anarchistische, acommerciële ruimte die bestaan heeft, ondanks het feit dat de overheid bestaat. Ondanks het feit dat de musea bestaan. Bijna tegen de overheid, op de duur zou je zeggen, en tegen de musea eigenlijk. Zo keihard moet je dubbel formuleren. Ik hoop eigenlijk dat het zo blijft. Ik weet wel dat jullie graag subsidies krijgen, maar het is niet waar als je centen genoeg krijgt. Hè, dat je gaat inpassen en denkt dat je belangrijk bent en dan is het verkort. Dan ben je niet meer democratisch in de kunst. Wat mij ook opgevallen is in de loop der tijden is, ik heb hier heel veel kunstenaars voor het eerst gezien, maar dat je dat niet gekozen hebt vanuit een bril via de werken men doorgaans selecteert. Zijnde, kijk, dat is absoluut de man die het zal maken. Of dat beantwoordt absoluut aan de stroming die de dienst uitmaakt. Zoals je nog gezegd hebt, of in zo'n toch wel eens. Ja? Of naast die naam kunnen ze niet. Het is bijna zo dat de kunstenaars die er getoond werden in het begin sukkelaars waren die niemand kent. Soms geplukt vanaf een academie. Mag ik hier ook een keer tentoonstellen? En die, wanneer ze nog bekend geraakt, vaak door deze ruimte een dikke nek gekregen van kunstenaars. Zijn niet meer humanist dan de politici. En daarover kun je niet naar hen schrijven.
Dat is journalist. Nou, echte ontdekkingen, en ik merk dat er een aantal kunstliefhebbers hier aanwezig zijn, die vanaf het beginjaren hier waren, ondanks het feit dat ze ook met de grote en beroemde expo's in binnen- en buitenland gingen, die dat dus met een enorm hart gewaardeerd hebben. En ik vermoed ook dat ze af en toe iets gekocht hebben. Hè? Nu. Sorry. Er is hier overigens nooit verwarring geweest, of is er hier wel? Ik heb hier vaak kost gehad bij jullie saaies. De lijst opnoemen van al de artiesten die hier exposeren op dit ogenblik is onder ontwerpje, want het is een kwartier. 48 kunstenaars ineens met, terwijl het mode is, één kaal werk aan een grote muur te halen en daarvoor op een Mohammedaans beddoekje gaan zitten om te aanbidden. Want dat is ongeveer het autoritaire wat op dit ogenblik in de kunst hangbaar is. Ik vermoed. Onze hele samenleving wordt steeds rechtser. Ik ben er wat bang van. En dat rechtse komt niet van een partij die de mijne niet is. Waarvan ik tegenstander is, maar deugt zelfs binnen de partijen zelf worden rechtse. Die hele sfeer binnen de partijen verschuiven naar rechts. Komt het bang van. Daar heb ik ze wel in. Eenzelfde fenomeen heb je in de kunst die beleid, kunst. Kunstbeleid, nou burgerlijk, zo niet bevolen wordt. Het is, we geven een concentratie van macht in onze samenleving. Gelukkig ben je afgetreden als schepen, anders kom ik er tegenaan. Maar sommige mensen hebben vier in de politiek, hebben vier mandaten tegelijk en zijn socialist. Kun je dat voorstellen? En die praten in alle eerlijkheid. Ik wil de naam niet noemen, maar het is een voorzitter van een partij. Tegelijk vier mandaten op kosten van de belastingbetalers. Een concentratie van macht. Het verschuiven van rechts in onze samenleving, waarvoor ik bang ben, anarchistisch getint als ik ben, gebeurt ook in die kunst. We verschuiven naar rechts. Ik moet dat aantonen met twee dingen. Eén, steeds, je hebt, net zoals in de politiek, in de sport, ook in de kunst, goeroes. Die het absoluut voor het zeggen hebben. Ons parlement daar niet mee. Het wordt partij zo. Ik kom er niet uit de macht van de partij. Partycratie, maar binnen die partij zijn zelf enkele die voor het zeggen hebben. Dus een totaal ondemocratisch systeem heeft zich gevestigd. Zij zijn in de rest met zwijgen, anders komen we niet meer op de lijst. Nou, hetzelfde heb je dus voor in de kunst. Enkele grote mensen hebben in Vlaanderen, Wallonië doet het mee in de kunst, of Brussel, en Vlaanderen hebben het voor het zeggen met zo'n absoluut gezag dat je, wanneer je daar niet meer met die mee akkoord bent, het risico loopt voor het onwetend te verzwegen te worden op iemand die er helemaal niet zit. De concentratie van macht. Want diezelfde mensen, en meestal, en dat gaat allemaal via de overheid. De mensen hebben een overheidssalaris, dus kunnen niet bedreigd worden. Hè? Een vast benoeming. Maar die zijn tegelijkertijd, in plaats van een museum, zitten in de aankoopcommissie, doen de internationale exposities namens België. Kortom, een ongelofelijke. Bevelen bijna wie een kunstcriticus zal worden, zover gaat het. Dus een grote concentratie van macht. Die tegenstel is aan het begrip vrijheid, essentieel in de kunst. Vrijheid. De kunst wordt met andere woorden deels bevolen als je wil erkend worden. 1. 2. Een verschuiving van rechts in de kunst ook. Omdat het kunstbeeld zelf neutraal is inhoudelijk. Ik ben er op zich niet tegen. Maar eenzelfde werk van een hedendaags jonge kunstenaar kun je hangen in het bureau van een directeur-generaal van eender welke petroleummaatschappij of achter het bureau van een minister van eender welke partij. Het kunstwerk is inhoudelijk neutraal geworden. Het is dus herleid tot zijn zuivere, vaardig natuurlijk, esthetische vorm of intellectuele, conceptuele achtergrond. Nou, dat is dus vrij recent dat het gebeurd is. Dus ik zeg niet dat het geen inhoud heeft, het heeft een plastische inhoud, maar geen maatschappelijk geavanceerde ideologische inhoud meer. Als dat zo is, moet je eigenlijk bijna een artikel rondlezen om dat te verklaren. Zelf niet. Nou, natuurlijk heb je een verschuiving. Ik vind het dus niet zo dat de schilderkunst in verdrukking komt. Ze is in verdrukking geweest gedurende lang, dat is de laatste 5 jaar, dus werkelijk of doek, of het nu een materie verf is, niet meer in verdrukking. Het is een nieuwe vorm van. Ja, retinale beeldenkunst gekomen, met name via minimalisme en de fundamentele schilderkunst. Ja, omdat die vormen eigenlijk pasten
in de afwezigheid van een boodschap. Dus lijkt het wel een moralistisch spreken, maar ik zit er niet omdat ik dat als schilder van een verrechtzingende kunst. Nou, die intellectuele schilderkunst, waarvan er overigens zeer goede auteurs zijn, daar gaat het niet over, die kon opgenomen worden in de nieuwe vogel, in de nieuwe rechtse vogel van de hele nationale kunst, omdat ze geen inhoud meer heeft. Ze stoort niet meer. Nou, het zijn die mensen die zeggen, ze stoort niet meer, dat kunst, die kunst is gepromoot geworden, uitgelegd door die mensen die zeggen dat kunst moet storen. Kunst moet aan het tand zijn. Kunst mag niet beantwoorden aan een verwachtingspatroon. De rijkdom. De rijkdom van de beeldende kunst in Vlaanderen is nog steeds groot en gescheiden. En ondanks, zeg maar, de tussenkoos van de overheid of het gewoon niet kijken naar het initiatieven. Nou, ik kan het initiatief noemen, processen zoals hier gebeuren, blijft die kunst verschijnen. Jacques, het is dus wonderlijk, helemaal in het begin dacht ik, je hebt nog ooit aan de basis gelegen als redacteur van een literaire tijdschrift, Hartslag, waar een tekst ooit van mij geweigerd worden is door jou. Ik denk dat je daar gelijk bij had. Maar je was misschien toen genadeloos dan voor de hele artiesten die geëxposeerd hebben. Nou, die fascinatie als mens, als kunstenaar, ook bijna als morele plicht, als leraar van de academie, hè, want dat wil ik ook wel eens onderstrepen. Veel docenten, leraars aan de academie in Gent, die zijn er hier overigens hier weinig van, behalve Milieke Voorzitter. Ja, verrassing. Dat heb je eigenlijk helemaal alleen gedaan en het siert jou ook. Die enorme, ik zou zeggen, met een morele inzet. Hè? Als je zo'n job hebt in de academie, dat je ook wat doet voor mensen die proberen bijna in de kunst. Want zo is het eigenlijk gewoon zo eenvoudig zonder jou. Een morele inzet die ik bij zeer weinig van je collega's zie. Die immers maar naar exposities gaan als ze zelf exposeren of zullen exposeren. Door middel van de relaties. Die het getuigt van een enorme. Nou, ik ben er echt van. Want dat ben ik misschien het meest van onder de indruk. Hè? Van iemand die een maatschappelijke functie heeft, die dat ongevraagd of onbetaald eigenlijk ook doet, zonder voordeel. En niet eens voor jezelf te promoten. Hè? Al die mensen de kans geven. Nou, 10 jaar, zegt men, moederspace, bewegende ruimte. Daarvoor heet de galerie. Eerst werken en dan niet. Dat was 6 jaar of zo, wacht je op. 5, 6 jaar, en als je dat die hartslag erbij neemt. Ja, het is hoog tijd dat er terug een politicus komt, een jongen met een grote decoratie. op dat ogenblik natuurlijk, op dat ogenblik is het gedaan met deze anarchistische ruimte voor en door kunstenaars. Ik ben alvast onder de indruk dat je het volgehouden hebt. Ik feliciteer en ik ben zeer sterk. De mensen die je ongeveer opvolgen, dames en heren, blijf deze ruimte steunen. Zoek naar dit hele smalle straatje. En zo wordt je hart voor de mens en voor de kunst verwarmd. Bedankt allemaal.